Er wordt nergens in Gelderland zoveel ingebroken als in Tiel, blijkt uit de meest recente misdaadcijfers van de politie. Een overzicht. In Tiel is vorig jaar per 10.000 inwoners 87 keer ingebroken. En ook in andere gemeenten in het rivierengebied waren veel inbraken, zoals in Culemborg, Neder-Betuwe en Maasdriel. Van alle Gelderse gemeenten is Aalten het meest veilig als het gaat om inbraken. Maar de politie heeft ook cijfers over het aantal overvallen in Gelderland openbaar gemaakt. Zevenaar was wat dat betreft vorig jaar het meest onveilig. Op de voet gevolgd door Arnhem en Brummen staat op de derde plaats. Helemaal geen overvallen waren er vorig jaar volgens deze cijfers in onder meer Roosendaal, Wageningen en Voorst. Ja, en waar moet u nu het meest letten op uw spullen tijdens het winkelen? Hier slaan zakkenrollers het meest toe. Vooral in de drie grote steden worden veel portemonnees en mobieltjes uit tassen gestolen. Met stip op 1 de provinciehoofdstad Arnhem, gevolgd door Nijmegen en Apeldoorn. Ja, de meeste overvallen waren dus in Zevenaar, de meeste inbraken in Tiel. Maar de buit is vaak relatief klein als je het vergelijkt met de impact op het slachtoffer. Zoals bij de familie De Lange uit Tiel, waar tijdens hun vakantie werd ingebroken. De opbrengst, sieraden, een trouwring, de laptop en de spaarpot van hun zoon. Wat voor geluid maken de belletjes als de trein eraan komt? Net zei. Zo hoort het te zijn in huis. Gezellig en veilig. Dat gevoel was wel even weg toen de familie De Lange erachter kwam dat er tijdens hun vakantie was ingebroken. De inbrekers hebben ieder laadje doorzocht. Het idee dat ze met hun handen door je onderbroek en je sokken en je strings en je BH's hebben zitten rommelen, dat is gewoon raar. Als ik maar even de deur uitgaat, doe ik minimaal de deur op slot. Ja, dat is eigenlijk heel erg triest dat je niet... dat je daar altijd mee bezig bent. Echt altijd. We hebben de buitenkant van het huis niet gefilmd. En dit is niet hun woonwijk. De Langes hebben hun huis nog beter beveiligd. Hoe? We laten het niet zien om te voorkomen dat ze nog een keer het slachtoffer worden van inbraak. Ook de politie probeert woninginbraak te voorkomen. Zo surveilleert ze preventief in Tielse wijken, maar onderkent dat de stad een gunstige ligging heeft voor het dievengilde. Nou, je moet eigenlijk denken aan twee categorieën inbrekers. Inbrekers die vooral in hun eigen woonplaats of in hun eigen omgeving inbreken. Maar we hebben ook te maken met inbrekers die van buiten komen. En dan is de infrastructuur, de snelwegen die door dat gebied lopen, natuurlijk erg belangrijk. De politie heeft inbraak al een tijd hoog op het prioriteitenlijstje staan. En roept dan ook op dat mensen, als ze iets verdacht zien, zo snel mogelijk 112 bellen. We komen liever 10 keer voor niks dan dat we 1 keer te laat komen. De schade aan het huis van de familie De Lange is hersteld. De financiële schade gecompenseerd. Enkel het spaarpotje van zoon Lief is teruggevonden. Het is leeggehaald door de dieven en daarna aan diggelen gegooid bij een rotonde. Ja, en alle Gelderse misdaadcijfers staan ook op onze site en app. En daar kunt u ook lezen wat u nu kunt doen tegen inbrekers.